Welkom, u allen die met ons verbonden bent met deze viering van de Voltkerken, Slochteren, Kolham, Scharmer, Harkstede. Organist in deze viering is de heer Klaas Hendricks. Degene die achter de camera staat is de heer Harry Dijkema. En ik ben Wieke Spoelstra-Posmus, emeritus predikant, woonachtig in Spijk. Ons intochtslied van deze viering is Psalm 91, vers 1. Heil hem wie God een plaats bereidt. Wij spreken uit dat onze hulp is de naam van de eeuwige, die liefdevol en trouw blijft en niet loslaat het werk van zijn handen. Hier zijn wij, mensen met een groot verlangen om te vieren en te zeggen dat hoop het zal winnen van wanhoop. Om de droom levend te houden en van goedheid en samenleven. Eeuwige God, toon ons uw trouw. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Ons Kyrie en tegelijk ook Glorie is lied 413 vers 3. Wij zingen lied 413 vers 3 als Kyrie en Gloria. Wij bidden nu het gebed bij de opening van Gods woord. Laat ons bidden. Eeuwige, gij die door Torah en profeten uw barmhartigheid en trouw aan ons bekend maakt en mensen roept tot hun bestemming, breng ons in de ban van uw woorden en laat uw koninkrijk op aarde groeien door Jezus Christus,
die ons uw liefde voorleefde, dit uur en alle dagen van ons leven. Amen. Ik heb voor deze morgen één schriftlezing en wel een lezing uit het Evangelie naar Matteüs. We lezen Matteüs 8, de versen 1 tot en met 15 en daarna zingen wij lied 610, de versen 1, 3 en 5. Matteüs 8, de versen 1 tot en met 15. Jezus heeft op de berg geleerd. Dat is het voorgaande en dat gedeelte noemen wij dan ook de bergrede. En nu beginnen we bij vers 1 van hoofdstuk 1, van hoofdstuk 8. Hij daalde de berg af en grote mensenmassa's volgden hem. Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed. Hij wierp zich voor hem neer en zei: Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken. Jezus strekte zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het, word rein. En meteen was hij gereinigd van zijn huidvraat. Jezus zei tegen hem: Denk erom dat u er met niemand over praat. Maar ga u aan de priester laten zien en breng als getuigenis voor de mensen het offer dat Mozes heeft voorgeschreven. Toen hij Kafarnaüm binnenging, kwam er een centurio naar hem toe die hem om hulp smeekte. Heer, zei hij, mijn slaaf ligt thuis verlamd op bed en lijdt hevige pijn. Jezus antwoordde hem: Ik zal meegaan en hem genezen. Daarop zei de centurio: Heer, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. U hoeft alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft. En als ik tegen een soldaat zeg: ga, dan gaat hij. En tegen een ander: kom, dan komt hij. En als ik tegen mijn dienaar zeg: doe dit, dan doet hij het. Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich. En hij zei tegen degenen die hem volgden: Ik verzeker jullie, bij niemand in Israël heb ik zo'n groot geloof gevonden. Ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaac en Jacob zullen aanliggen in het koninkrijk van de hemel. Maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis. Daar zullen zij jammeren en knarsetanden. Tegen de centurio zei Jezus: Ga naar huis. Zoals u het geloofd hebt, zo zal het gebeuren. Op hetzelfde moment genas zijn slaaf. Toen Jezus het huis van Petrus was binnengegaan, zag hij diens schoonmoeder met koorts in bed liggen. Hij raakte haar hand aan en de koorts verdween. Ze stond op en begon voor hem te zorgen. Tot zover de schriftlezingen. We zingen nu lied 610, de versen 1, 3 en 5.
Na uitleg en verkondiging luisteren we straks naar orgelspel. Gemeente van Jezus Christus. Die het lijden van de mensen uit jouw verste verten ziet, onderworpen aan de sterksten, zo wil jij de mensen niet. Dit zijn de eerste regels van een lied dat wij met het koor waar ik lid van was, maar dat tegenwoordig ter ziele is, zongen in advent en kersttijd. Jij die het lijden van de mensen ziet. Maar zo wil jij de mensen niet. Zojuist hebben we in Matteüs gelezen over het lijden van drie mensen. En hoe ze gezien worden. Maar eerst even een uitstapje. Matteüs, wie is hij? Voor wie schrijft hij? Wat heeft hij met zijn evangelie voor ogen? Wat wil hij bereiken? Matteüs ziet het als zijn opdracht de mensen te vertellen wie Jezus is. Wie deze schrijver precies is? Is het de Matteüs die tollenaar was en die door Jezus is geroepen om hem te volgen? We weten het niet. Of is het een ander, een Matteüs die ook dezelfde naam heeft? Wat we wel weten, en dat komt uit zijn evangelie naar voren, is dat hij een Jood is en dat hij de schriften kent. En dat hij schrijft voor Joden. Want zij moeten zijn verhaal lezen. Het is een Joods verhaal, geschreven tussen 70 en 80 na Christus. En in de voorafgaande jaren is er veel gebeurd. Dat was een verschrikkelijk, een verwoestende tijd. Die ook zijn neerslag vindt in het evangelie. Dus Matteüs schrijft in zijn evangelie al wat al is gebeurd. Bijvoorbeeld de verwoesting van Jeruzalem. Want Jeruzalem is ingenomen en de tempel verwoest. Weg is de plaats waar de offers werden gebracht. En hoe moest het nu verder? Rabbi Jojachan ben Zakkai, daar wordt in de legende van verteld dat hij zich de stad uit liet smokkelen in een doodskist. En die speelt een grote rol in het zoeken naar een nieuw geestelijk elan, een nieuw geestelijk evenwicht. En hij troost zijn volgelingen met woorden uit het Oude Testament. Barmhartigheid wil ik en geen offeranden. Gehoorzaamheid aan het Torah is belangrijker dan de offerdienst in de tempel. Voor de verwoestingen van Jeruzalem en van de tempel was er in het Jodendom een bonte lappendeken van allerlei stromingen. We horen daar ook van in de evangeliën. En van die brede lappendeken waren de Joodse christenen één groep. Maar nu na de verwoesting is van die lappendeken niet veel overgebleven. Het wordt een eenkleurig geheel en de fariseeën krijgen de overhand wat uitmondt in het latere rabbijnse jodendom. En de vraag waar de Joodse christenen voor staan is er voor ons nog plaats in de synagoge? Moesten zij als christenen niet uit de synagoge? Zo voelt het bijna wel. Maar de synagoge is wel hun vertrouwde huis. En verder, hoe moesten zij zich verhouden tot de heidenen die christen waren geworden? En die volgens Paulus de Torah niet hoefden te houden. U begrijpt, deze Joodse christenen zitten met moeilijke dilemma's. Aan de ene kant wordt er tegen hen gezegd, jullie horen niet in de synagoge, terwijl zij vinden van wel.
En er wordt hen natuurlijk ook verweten dat de heidense christenen de Torah niet houden. Waar was hun plaats? En je hoort het Matthäus bijna in zijn evangelie zeggen: onze plaats is ook in de synagoge. En dan componeert hij zijn evangelie. Hij maakt zijn eigen volgorde van zijn verhalen en de genezingen en hij verandert ze soms ook. En hij begint met wie Jezus was. Jezus is de zoon van David, zoon van Abraham, Abraham in wie alle volken worden gezegend. En de hoorders die horen in het geboorteverhaal ook iets wat doet denken aan de uittocht uit Egypte. En dan gaat Jezus de berg op om te leren. Welke berg? Nou, dat is niet zo belangrijk. Maar berg en leren, dat doet denken aan Mozes. Jezus als een nieuwe Mozes. Mozes die de woorden van God mocht doorgeven, de Torah. En Jezus, hij leert ook de Torah. Maar op een nieuwe wijze laat hij Gods liefde zien. Laat hij aan de hand van voorbeelden ook zien hoe de Torah geleefd kan worden. Jezus als Torah getrouwe Jood. Zelf zegt Jezus in de bergrede: ik ben niet gekomen om de wet en de profeten af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen, om ze te leven. En er is zelf de waarschuwing aan degene die ook maar één van de kleinste geboden zou willen afschaffen: zij zullen zijn als de kleinsten in het koninkrijk van de hemel. De Torah, met zijn liefde van God voor de mens. En van daaruit regels om als mensen samen te leven. Zo leert Jezus daar op de berg. En hij begint op de berg met: gelukkig degene. Ja, mooi. Maar wat betekent dat nu voor een mens in die beroerde situatie? Het zijn wel mooie woorden, maar we weten allemaal, woorden vullen geen gaatjes. Na de leer komt het leven. Na het woord, de daad. Je kunt vertellen over Gods liefde. Maar ervaren de mensen in hun situatie door jou ook Gods liefde? Jezus komt van de berg en hij wordt direct geconfronteerd met het lijden van mensen. Mensen in een moeilijke situatie. Mensen die lijden aan ziektes. Zoals ook nu veel mensen lijden. Mensen die hunkeren naar genezing. Die er weer bij willen horen. Hoe moet je ziekte duiden? Als straf? En dan genezing als teken van Gods liefde? Of teken van je godsvertrouwen? Maar zo praten vergroot je wel het lijden van de mensen. Trouwens, al die mensen die door Jezus zijn genezen, en al die mensen die zeggen dat ze nu genezen zijn door gebedsverhoring, ze sterven allemaal aan ouderdom. Intussen weten wij natuurlijk van ziektes veel en veel meer. En we zijn heel veel dank verschuldigd aan al die mensen die met een hele ziel en zaligheid hebben gezocht naar oorzaken en naar genezing van verschillende van onze kwalen. En we mogen daar dan ook dankbaar gebruik van maken. Gelukkig de treurenden. Maar je zult maar melaat zijn.
en daardoor gedwongen worden buiten de samenleving te leven. Er niet bij horen. En ook kun je je godsdienstige verplichtingen niet vervullen. En dan zal God jou waarschijnlijk ook wel zien als iemand die onaanraakbaar is. Deze mens, wat zal hij zich ellendig voelen? En nu komt hij naar Jezus. Hij doet iets wat ongeoorloofd is. Gelukkig de treurenden. Maar deze mens hoor je weg te sturen. Maar Jezus, hij raakt hem aan. En hij geneest hem. En dan krijgt hij van Jezus de opdracht om er niets van te zeggen, maar wel naar de priester te gaan en daar zijn godsdienstige verplichtingen te vervullen naar de genezing van huidvraat. Dat is toch raar dat deze man er niets van mag zeggen? Want het gebeurt waar heel veel omstanders er getuigen van zijn. Ze zijn in eerste instantie waarschijnlijk met afschuw achteruit geweken, om later weer vol verwondering te zijn. Al die getuigen. En waarom dan niks zeggen? Misschien om te voorkomen dat hij prat zou gaan op zijn genezing? Zo van, ik geloofde en daarom? Of, Jezus heeft hem aangeraakt. En dat is iets waardoor Jezus zich buiten de gemeenschap plaatst. En daar nu te veel ruchtbaarheid aan geven, dat zou hem kunnen hinderen in het werk. Is dit misschien de reden? En dan de tweede. Ook die jonge man. Een van de jongens. In onze vertaling staat een van de slaven. Maar het woord wat gebruikt wordt klinkt liefelijker. Een van mijn jongens. Een van de jongens van de centurio. Dat is ook iemand die buiten de Joodse gemeenschap staat. Het leger in het grensgebied bestond uit manschappen uit de noordelijke streken, niet-Joodse streken. En dan waren het natuurlijk ook nog eens de bezetters. En als Jood, en waarschijnlijk is er bij Jezus ook twijfel, kwam je niet bij niet-Joodse mensen over de vloer. Maar deze centurio kent de kracht van het woord. En Jezus is verbaasd. En dan spreekt Jezus uit die herinnering aan de voorvaders van Israël, in wie vele volken gezegend zullen zijn. Ja, ook de vele volken horen erbij. Maar, en daar liep Johannes de Doper tegenaan, maar als jij prat gaat op, ik ben een kind van Abraham en mij kan daarom niets gebeuren, maar jij, dan sluit je anderen uit en daarmee sluit je ook jezelf buiten. En als derde is er dan die oudere vrouw. Vrouwen die gezien werden als tweederangs burgers, ondergeschikt. Toen en helaas nog in vele ogen. Jezus geneest haar. En dan staat er in Marcus, zij dient hen. Maar hier bij Matthäus staat, zij dient hem. Deze vrouw wordt diaken van Jezus. Voor een samenleving is het nodig dat er regels zijn, want anders wordt het natuurlijk een puinhoop. En zo zijn er ook regels als uitwerking van hoe Gods liefde in de samenleving kan werken. Maar als die regels wet worden, dan verdwijnt de barmhartigheid. En wij weten wat voor ellende de zwakkeren in de samenleving dan wordt aangedaan.
Centraal in de Torah is de liefde van God. En de liefde van de naaste, haar welbevinden. Om een mensenleven te redden, mag de wet worden overtreden. En Jezus ziet het ook zo. Hij leeft ons voor hoe Torah en profeten vorm krijgen in zijn leven. Door mensen te zien als mens, als naaste. Door hen te naderen en hen in de ogen te zien. Maar bij dat alles blijft hij een Torah-getrouwe Jood. Jezus kun je dan ook niet loskoppelen van zijn voedingsbodem, het Oude Testament. Gelukkig. Gods liefde. In woord en daad voor jullie. Die het lijden van de mensen uit jouw verste verte ziet. Ja, ga met ons een weg van vrede. Neem ons allen bij de hand. Dat we ons gedragen weten naar jouw toekomst. Naar, zoals het hoort bij God, naar goed Nieuwland. Amen. Laten we danken en bidden en onze gebeden afsluiten met het Onze Vader. Eeuwige, vanmorgen hebben wij gehoord hoe Jezus de mensen uw liefde leerde. Hoe hij naar mensen keek. De onaanraakbare aanraakt. Zijn woord dat leven gaf. Mensen die buiten de samenleving werden geplaatst, overeind hielp. Hen hun mens zijn teruggaf. Mensen zo verschillend. En die verschillendheid mogen wij behouden.
Wij hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn. Dat wij, ondanks al onze verschillen, van elkaar kunnen leren. Dat we elkaar open en in vertrouwen blijven ontmoeten. Dat we zo eensgezind op de weg mogen gaan van liefde, vrede en gerechtigheid in verzet tegen de demonen van onze tijd. De bittere armoede, de discriminatie, de ongastvrijheid, de ander zijn mens zijn ontnemen en maken tot iemand die je niet kunt vertrouwen. De wet stellen boven het welzijn van de mens. Jezus zag de mens, de nood, het lijden. Voor uw aangezicht zijn wij ons pijnlijk bewust van de tweedeling in de wereld van mensen. Heren en mensen zonder rechten. Werkenden en werklozen. Invaliden en gezonden. Mannen en vrouwen. Mensen die vinden dat iedereen het in deze wereld kan maken en het eigen schuld is als je daar niet in slaagt. Mensen die beschikken over alle medische voorzieningen en anderen die van alle noodzakelijke zorg ontstoken blijven. Jezus zag de nood, het lijden. Nu de angst bij velen voor de toekomst. De angst om de ziekte, de eenzaamheid. Wij danken u voor allen die zich inzetten voor het welzijn van de medemens. Heer, soms voelen wij ons machteloos. En daarom bidden wij, geef ons uw ogen die zien. En de moed om te luisteren naar de ander. Heer, ga met ons op weg naar het land waar gedaan wordt, geleefd wordt, zoals u het voor ogen ziet. Zo bidden wij, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. De bloemen uit deze viering gaan naar mevrouw R. Broekema, hoofdweg 114, hier in Schildwolde. En dan is er officieel nu de tijd voor de collecte. En daar wil ik dus nu even aandacht voor vragen. Zoals in de voorgaande jaren is er ook dit jaar weer de 40 dagen kalender samengesteld en uitgebracht door de Woldkerken. En zo met elke dag een gedicht, een gezegde, een kleine tekst op weg gaan naar Pasen. Het thema is dit jaar, ik ben er voor jou. 7 keer barmhartigheid naar aanleiding van Matteüs 25 vanaf vers 31. Want daar lezen we, ik had honger, jullie gaven me te eten. Ik had dorst, jullie gaven me te drinken. Ik was vreemdeling en jullie namen me op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar me toe. Dat zijn er 6.
De kerk heeft al heel vroeg er de zevende aan vastgemaakt. En dat is het begraven van de doden. De kalender zal op Aswoensdag in de Vesper in Noordbroek worden gepresenteerd. Hij is beschikbaar voor de kerken Slochteren, Kolham, de Woldkerken en is te bestellen bij de diaconie van de Woldkerken door over te maken een bedrag van minimaal €3,50 op het bankrekeningnummer van de diaconie van de Woldkerken. Meer mag natuurlijk ook. Ook de collecte voor vanmorgen is bestemd voor de kosten van deze kalender. Mocht er meer geld binnenkomen, en daar hoopt men natuurlijk op, dan is dat bestemd voor kerkenactie en dan voor het project Dalit Kinderen in India. Dan zingen we nu ons slotlied. En dat is lied 315, de versen 1 en 2. We mogen deze week ingaan als gezegende mensen om tot een zegen te zijn. De Heer zegene en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer kere zijn aangezicht naar u toe en geven u vrede. Amen.